Zo, eerste opdracht niet zo gemakkelijk. Je hebt hier het zinnetje ik vertrek naar school. Het onderwerp moet je eenmaal onderstrepen en de persoonsvorm tweemaal onderstrepen. Dat is al een eerste opdracht. En dan moet je de infinitief, de infinitief is hetzelfde als de wij-vorm, moet je opschrijven hiernaast. En dan moet je opletten voor katten- en berenstukjes. Ik ga hier eens een voorbeeldje maken. Fien herhaalt de onthoudwoorden. Ik zoek de persoonsvorm eerst. Ik maak een ja nee vraag. Herhaalt, fien, de onthoudwoorden. Herhaalt staat eerst, dus herhaalt moet ik twee keer onderlijnen. Ja, jullie gaan dat met een lat doen, want ik kan de lat, geen, de lat niet vasthouden. Onderwerp moet ik zoeken. Wie of wat herhaalt? Ah, het is fien die herhaalt. Onderwerp, eenmaal onderstrepen. En nu moet ik het werkwoord in de infinitief zetten. Dus herhaalt in de wij-vorm. Wij herhalen. Herhaal. Ja, hier heb ik twee medeklinkers, moet ik uh, niet verdubbelen. Herhalen, ik hoor een lange A. Ik hoor de LE achter de A, dus moet ik verenkelen. Dus die A moet ik maar één keer schrijven, hebben we hier een berenwoordje. Voilà, en zo ga je dat ook doen voor de andere woordjes in deze oefening. Hier, zoals ik heb voorgedaan op het bord. Dus je hebt hier allemaal banaanwoordjes, je maakt daar een verkleinwoord van en een meervoud. Dus ik geef even terug een voorbeeld. Peron, het verkleinwoord was peronnetje, en dan moest je verdubbelen. Ja. En het meervoud is perons. Ja. Goed kijken, als er hier niet verdubbeld wordt, moet je hier ook niet gaan verdubbelen bij banaantje, de eerste niet. Maar het tweede stukje moet je altijd goed kijken, kan er verenkeld of verdubbeld worden. Veel succes!